teken je een oor. We beginnen met het maken van een schets door eerst een ovaal vorm te tekenen, met daarin allemaal kronkelige lijnen zoals ik hier doe. Dit gedeelte lijkt misschien ingewikkeld, maar vanaf hier wordt het alleen maar makkelijker. Ik voeg nog wat schaduw toe in de schets en vervolgens pak ik mijn kneedgum om alle lijnen wat lichter te maken, voordat we verder gaan met stift. Ik pak een soort perzikkleur voor de huid, maar je kan natuurlijk ook een donkerdere of lichtere huidskleur gebruiken. Met de stift kleur ik het hele oor in en daarna ga ik met een donkerdere stift over alle schetslijnen heen. De stiften ruil ik nu in voor mijn potloden en ik ga nog een keer over alle lijnen heen met een donkerbruin potlood om schaduw te creëren. En met een perzikkleurig potlood blend ik alles in elkaar en maak ik de huid mooi egaal. Voor de laatste stap pak ik mijn witte acrylstift van Stabilo en zet ik allemaal kleine puntjes om highlights te creëren. En dan is het oor af, maar je kan natuurlijk ook nog oorbellen toevoegen, zoals ik hier doe. En vergeet niet dat elk oor uniek is en een eigen vorm heeft, dus als het niet lijkt op deze, is het helemaal oké.